Het wordt ook wel een doodstraf in slow motion genoemd. De situatie van Alexei Navalny, die in een Russische cel lange tijd heeft gezeten. Vandaag kwam het nieuws. Navalny, de grootste Poetin-criticus van Rusland, is dood. Breaking news. CNN has learned that Alexei Navalny has died. Il était l'ennemi numéro 1 du Kremlin. Alexei Navalny, um dos principais opositores de Vladimir Putin. A statement online said that Mr. Navalny had felt poorly after a walk and lost consciousness soon afterwards. Alexei Navalny, advocaat en activist. Navalny groeit uit tot het gezicht van de oppositie tegen president Putin. And in 2020 he was poisoned. Navalny survived and accused Vladimir Putin of trying to have him killed. Despite a hunger strike and international pressure, Navalny remained behind bars. Alexei Navalny leaves behind a wife, daughter and son, and a country where opposition has been utterly stifled. Ik praat hier dus over met de Ruslandkenner Jelle Brandt-Korsius, voormalig Rusland-correspondent Kiesja Hekster en Kati Piri, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks Partij van de Arbeid. Welkom allemaal. Wat een ongelooflijke treurig nieuws. Hoe zit jij hier, Jelle? Ja, zoals de anderen ook, denk ik. Gechoqueerd. Mm-hmm. Iets wat je eigenlijk altijd wel ziet, hebt zien aankomen. Maar als het dan toch gebeurt, dan is het toch echt verschrikkelijk. Mm-hmm. Ja, ook omdat mijn hoop was gevestigd op Navalny, hij is de enige die de Russische oppositie heeft weten te verenigen. En waar een groot deel van de Russische bevolking achter staat. Dus ik had gehoopt dat er zo iemand nog achter de hand zou zijn voor, ja, als er ooit iets met Poetin gebeurt, dat hij dat dan mogelijk kan vervangen. Maar dat kan dus nu niet. Dus je zou kunnen zeggen dat Rusland zijn Nelson Mandela kwijt is. Ja. En dat is buitengewoon treurig, maar ook verontrustend. Ja, hoe zie jij dat? Ja, ik was niet verbaasd, maar wel toch heel erg aangeslagen, merkte ik toen ik het hoorde. Ik was iets heel anders aan het doen en er kwam een bericht en ik was echt wel gechoqueerd, eventjes. Ik had heel snel het idee van dit is iets, Poetin wil hiermee laten zien, ik ben heel sterk. Ik kan een maand voor de verkiezingen, tussen aanhalingstekens in Rusland, aan de vooravond van 2 jaar of 10 jaar oorlog in Oekraïne, kan ik dit doen. En ik kan hiermee wegkomen. Voor mij voelde het meteen als dat hij dit als een soort machtsvertoon heeft. Als een soort statement doet. Ja, en dat is wat Poetin natuurlijk altijd doet. Kijk, je kan niet zeggen hij heeft Navalny vermoord rechtstreeks. Maar ik dacht, het is wel andersom. Als hij had gewild dat Navalny was blijven leven, dan was dit niet gebeurd. Mm-hmm. En er is een hele reeks aan mensen die Navalny voorgegaan is, helaas. Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, Anastasia Baburova. Heel veel namen die wij al lang vergeten zijn. En ik ben bang dat er ook nog heel veel zullen volgen. Er zitten ook heel veel mensen vast in de gevangenis die net als Navalny onder dit soort omstandigheden vastgehouden worden, waarvan we de naam niet kennen. Mm-hmm. En dat bekroop mij heel erg van dit is wat Poetins Rusland is. Ja, hij was gisteren is hij nog op beeld gepakt eigenlijk, hè? Hebben we nog kunnen zien. Ja. Dat was eigenlijk het idee. Zijn vrouw heeft daar ook iets over gezegd, hè? Van hij is eigenlijk hartstikke gezond. We maken ons helemaal geen zorgen over. Hier zien we hem. Hij maakte nog grapjes met de mensen die daar sprak. Ja. Dat maakt op zich een verhaal van hij is ingezakt tijdens een wandeling wel ongeloofwaardig. Of geloof je er sowieso niks van? Je ziet hem ook in goede gezondheid. Hij maakt ook nog grappen met de rechter. Uiteindelijk doet het er denk ik niet zo heel veel toe hoe die dood is gegaan. Mm-hmm. En ik denk ook eerlijk gezegd niet dat we er ooit achter zullen komen. Het gaat erom dat hij is vermoord. Ja. Of dat nou langzaam of snel is gebeurd. Poetin heeft ervoor gezorgd, voor deze omstandigheden gezorgd. Dit is een politieke moord. En of dat nou, of hij nou onwel is geworden, misschien was het weer een zenuwgas. Hè? Mm-hmm. Er was die aanslag in 2019, zat er zenuwgas in zijn onderbroek. Daar is hij zelf dus achter gekomen. Zou dat ook kunnen zijn? Alles kan. Sowieso, zijn gezondheid was heel slecht. Mm-hmm. Hij heeft heel veel tijd doorgebracht. Eigenlijk geloof ik nu 30 of 31 keer al
lange periodes in de isoleercel doorgebracht. Dan zit hij ook nog eens in een kamp boven de Poolcirkel, waar de omstandigheden sowieso al verschrikkelijk zijn. Mm-hmm. Dus het kan ook gewoon zijn gezondheid zijn. Maar dan zijn het nog steeds de omstandigheden waardoor hij is gestorven? Ja, maar wat ik zeg, we zullen het nooit weten, denk ik. Nee. En het doet er niet toe. Hij is gedood door het Kremlin. Ja. Vandaag hebben heel veel wereldleiders gereageerd op de dood van Navalny. Gaan we even naar kijken. Dit getuigt opnieuw van de immense bruutheid van het Russische regime. Russian authorities are going to tell their own story. But make no mistake. Make no mistake. Putin is responsible for Navalny's death. Met hem ook geredet over den großen Mut, den es erfordert, wieder zurückzugehen in das Land. En wahrscheinlich hat diesen Mut jetzt bezahlt mit seinem Leben. All the facts has to be established and Russia has serious questions to answer. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. His death in a Russian prison and the fixation and fear of one man only underscores the weakness and rot at the heart of the system that Putin has built. Ja, in 2021 zei Biden, toen Navalny werd vastgezet, dat als hij doodgaat in het strafkamp, dan zal dat verwoestende gevolgen hebben. Als een waarschuwing. Maar wat kunnen deze wereldleiders betekenen hierin? Nou, ik vond het eigenlijk heel treffend hoe Biden dat net ook definieerde. Poetin is verantwoordelijk voor deze politieke moord. Ja. Ze zijn, de meeste wereldleiders zijn toevallig ook, of niet toevallig, dat dit vandaag gebeurt, bijeen in München voor de jaarlijkse veiligheidsconferentie. En wat ik verwacht is dat er echt ook een duidelijk, al is het symbolisch, er moet wel een krachtig antwoord komen op wat hier gebeurt. En ik denk dat je dat op verschillende manieren kan doen. Eén manier is in ieder geval rechtstreeks sancties op alle mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Iets wat Navalny zelf en zijn team altijd bepleit hebben, zijn die rechtstreekse sancties ook op die oligarchen die het regime van Poetin overeind houden. Sancties die we al hebben tegen Rusland en waarvan we weten dat ze niet strak worden nageleefd, zul je toch ook een tandje bij moeten zetten? En wat ik hoop, omdat we natuurlijk ook zien in Amerika hoe moeizaam het gaat met de Republikeinen om die steun te blijven geven aan Oekraïne, dat ook wereldwijd nu ook die steun aan Oekraïne wordt verstevigd. Want uiteindelijk is dat waar de agressie van Poetin natuurlijk ook plaatsvindt. Maar jij zegt niet geheel toevallig wellicht dat hij vandaag is overleden, terwijl die top is met al die wereldleiders. Daar wordt gesproken. Zelensky zal daar veel spreken over de steun aan Oekraïne. Dan zou je zeggen, dan is het niet echt verstandig om het vandaag te laten gebeuren. Nou ja, we hebben eerder gezien dat de symboliek, denk ik, voor Poetin om ook zijn boodschap te sturen, die met name natuurlijk ook bedoeld is voor de mensen die in Rusland zelf wonen, dat hij alles kan maken. Elke oppositie, of dan een journalist is, een politicus, een activist, die kan hij monddood krijgen. Maar ik hoop dan ook dat wij ons met een krachtig signaal hiertegen verweren. Ja, maar zo, die woorden van Biden in 2021, hè, dat zal echt de verwoestende gevolgen hebben als dat gebeurt, is vandaag gebeurd. Wat kunnen nou verwoestende gevolgen zijn voor Rusland? Kijk, behalve wat jij nu net noemt, hè, dat je die sancties extra. Zeker. Kijk, ik zat in het Europees Parlement toen Navalny was vergiftigd. En op dat moment, bijvoorbeeld uit het Europees Parlement, los van sancties, zeiden we, dit is het moment om Nord Stream 2 stop te zetten. Mm-hmm. Er was op dat moment geen enkele politieke wil voor. We zitten natuurlijk nu, sinds die uitspraak is de oorlog in Oekraïne, de agressie van Rusland natuurlijk begonnen. We hebben onwijs veel sanctiepakketten. We zien alleen dat het niet effectief genoeg is. Nee. En op het moment dat je ziet eigenlijk dat die aandacht verzwakt voor de oorlog, zie je met name bij de Amerikanen, maar ook bijvoorbeeld in Europa. Als je kijkt naar Macron, altijd hele grote woorden, maar uiteindelijk leveren die heel weinig wapens aan Oekraïne. Is dit toch echt het moment om dat tandje bij te zetten? Ja. Ik wil even terug met jullie terug naar het jaar rond 2010. Toen jij als correspondent voor de NOS in Rusland zat. En Jelle, jij daar ook werkzaam was. Hoe is Navalny opgekomen? Is hij een beetje uit het niets gekomen in die tijd? Ja, en vanaf 2008 is hij eigenlijk opgekomen echt als een anticorruptiestrijder. Hij was iemand die heel veel gebruik maakte van internet, wat toen nog niet zo was zoals nu. En ik kan me heel goed herinneren dat toen ik daar was, ging ik wel eens naar demonstraties en daar waren dan meestal 100 oude grijze mannen.
oneerbiedig gezegd. die aan het demonstreren waren, ieder eind van de maand of zo. En er kwam verder niemand. En toen hij opkwam, toen is hij erin geslaagd, dat is echt zijn kracht geweest, om een jonge, apolitieke generatie Russen naar de straat op te krijgen. En dat heeft echt op dat ticket van de anticorruptie gedaan. Hij maakte heel veel filmpjes, dat legde hij ook allemaal bloot, heel direct. Filmpjes van Poetin. Het bezit van de oligarchen, ja, en van iedere Poetin. Week kwam er weer iets nieuws en dan werd er weer een vreselijke corruptiezaak onthuld. En op een of andere manier heeft dat mensen echt de straat op gekregen. En ik kan me echt nog heel goed herinneren dat ik ook verbaasd was over de enorme aantallen die man met zijn charisma op de been wist te brengen. Ja. En dat, ja, dat is een beetje 2008, 2009, 2010. Ik denk zijn charisma, maar inderdaad ook zijn thematiek, dat hij het helemaal gooit over de boeg van corruptie, waar Russen natuurlijk zelf elke dag mee te maken hebben. Je hebt andere oppositieleden en die hebben het vooral over meer democratie. En dat zijn voor Russen dingen waar ze misschien niet van wakker liggen. Maar corruptie hebben Russen elke dag mee te maken. Ja. En wat Navalny volgens mij heel goed heeft gedaan, is hij heeft een mythe doorgeprikt dat heel veel Russen tot dat moment dachten, Oké, Rusland is een corrupt land, dat kan ook niet anders, want ze hebben ze elke dag mee te maken. Maar om een van de redenen, daarboven staat dan Poetin, Medvedev, en die strijden tegen die corruptie. Ja. En dat hebben ze doorgegeven. Hij begon altijd Poetin war. Poetin is een dief. Poetin. Heel direct. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, is een partij van dieven en oplichters. Ja. En wat hij ook zei, waar het ook over ging, dat waren altijd de woorden en de zinnen die hij gebruikte. En dat sloeg heel erg aan. En door beelden ook te laten zien. Hè? Dus een filmpje over onlangs nog over het jacht van Poetin. Mm. En dat daar dan een. Nou, dat ging dan viral dat Poetin een toiletrolhouder heeft van goud. Ja, ja. En een wc-borstel van goud. Dat Russen worden daar razend van. Maar jij zegt eigenlijk recent nog, en dat kwam dan eigenlijk uit de kant van Navalny, werden er nog steeds anti-Poetin filmpjes verspreid. Zeker. Nog aan het begin van de oorlog zelfs. Ja. Met dat jacht dat nu aan de ketting ligt in Italië. Nee, maar dat Italië. Is toch ergens ook wel bizar als je dat hoort. Dus dat die oppositie eigenlijk doorging terwijl hij daar zat. Terwijl je denkt, wij hadden het van tevoren even over Marcel, dat je denkt, wat is nou de meerwaarde geweest voor Poetin om hem in leven te houden, terwijl eigenlijk die strijd zo is doorgegaan terwijl hij vast zat. Ja. Ook met dit soort filmpjes bijvoorbeeld. Ja, het blijft bijzondere timing. En wat Kisha net zei, dat vind ik, daar sluit ik me wel bij aan. Kennelijk voelt hij zich dus zo zelfverzekerd dat hij dit kan hebben. Ja. Vlak voor de verkiezingen. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. De waarschuwing denk ik ook aan mensen in Rusland. Mm-hmm. Hè, ook aan ons. Van ik kan doen wat ik wil. Maar ook een waarschuwing aan Russen. Waag het niet. Want dit is wat er met je gebeurt. Ja. Gaat iemand het overnemen? Of is die beweging al zo groot achter Navalny dat gewoon doorgaat? Het probleem is dat die oppositie hopeloos verdeeld is. En ook voor een groot deel vanuit het buitenland wordt die oppositie gevoerd. Dus je hebt Michail Gordakovsky en je hebt Garry Kasparov. Die voeren allebei oppositie vanuit het buitenland. Maar dat is niet zo effectief. Want als zij dan zeggen, ja jongens, we willen dat jullie de straat op gaan, maar zij zitten veilig in het buitenland. Mm-hmm. Dat werkt niet. En dat is ook de reden natuurlijk waarom hij terug is. Heel veel mensen zitten in de gevangenis. Ja. Ook Navalny's eigen advocaten worden ook gearresteerd, zitten ook vast. Dus dat is niet te doen. Zo'n Kasparov bijvoorbeeld is helemaal niet populair in Rusland. Dus er is niemand zo snel die hem kan vervangen. En daar maak ik me wel zorgen over. Ik wil even naar een fragment dat jullie allebei heel graag wilden laten zien uit de documentaire Navalny. En dat heeft betrekking op zijn vergiftiging. Zou je het even willen inleiden? Ja, dit is een heel bizar fragment. Christel Gozev van Bellingcat met Maria Pevcich, die dus werkt voor de anticorruptieorganisatie. Die zijn intussen iemand van de FSB op het spoor. Die waarschijnlijk achter de aanslag zit met gifgas, zenuwgas waar ik het net over had. En Navalny die doet zich voor als iemand anders van de geheime dienst. En die belt dan die man van de FSB. Звонить сейчас Александрову, Макшакову, Таякину. Из каждого буду просить там на два абзаца объяснения. Потому что мне нужно, почему у нас ничего не получилось, что нужно, почему было плохо, и что нужно сделать, чтобы хорошо. Это я просто без задавал уже не один раз, кстати. Я оценил работу хорошую, по крайней мере. Работа сделала делали, это все прорабатывалось вопрос. Не один. Они там закололи антибут какой-то.
предположительно. Если бы там чуть-чуть дольше, то, возможно, все как бы закончилось по-другому. He spilled the whole story. This is unbelievable. Poor guy. Poor guy. They will kill him. They will kill him. Literally. Ja, dit is ongelooflijk. Ja. Ze geloven het zelf ook niet dat die man dat doet. En dit is wel typisch Navalny. Wat hier zo mooi aan is, dan zie je ook meteen hoe vernederend het is voor Poetin. Want deze, die man die dus ervoor verantwoordelijk is, die geeft het toe. Maar die belt ook gewoon over een telefoonlijn. Iedereen kan meeluisteren. Alle regels van de spionnen. Dat soort dingen bespreek je niet. Het wordt gewoon allemaal overboord gegooid. Ja. En het is, ja, het is briljant. Ja. En deze houding van hem, dat typeert hem ook helemaal. Dat hij zich opstelt. En, Nou heeft die zelfverzekerde houding dus eigenlijk ook... en het feit dat jij zegt, hè, van als je niet in Rusland zit... dan kun je daar eigenlijk helemaal niks betekenen. Betekende ook dat hij terug moest. Terwijl hij ook wel wist wat hem te wachten stond. Namelijk dat hij zou worden opgepakt. Dat was ook te zien in die documentaire over hem. Zijn terugkeer vanuit Duitsland, waar hij dus even is bijgekomen... van die vergiftiging, terug naar Rusland. Поэтому я ничего не боюсь и вас призываю ничего не бояться. Спасибо большое, пошли на погранконтроль. Супер. Я тоже скучал по вам. Здравствуйте. Я, смотрите, я предупреждаю. Я. Я. Ik zeg dan wel, je moet daarheen om positie te kunnen voeren, dus ga je. Maar eigenlijk, ik denk als je een rondje langs de tafel zou maken... van zou je teruggaan in zo'n situatie? En je vrouw en kinderen achterlaten, wetende dat je waarschijnlijk nooit meer vrijkomt? Nee, no, ik zou dat nooit doen. Nee. Waarom hij wel? Ja, omdat hij kennelijk zijn eigen land belangrijker vindt... dan zijn kinderen te zien opgroeien. Ja, hij heeft daar volgens mij over gezegd dat hij terug wilde... omdat het inderdaad niet geloofwaardig is om het vanuit buitenland te doen... omdat hij ervan overtuigd was dat hij die strijd daar moest voortzetten... en dat er niks anders op zat dan om dat te doen. Want hij wist natuurlijk inderdaad wat hem te wachten stond, dus... En Kiesja, denk je niet ook het geloof wat hij altijd benadrukte... van dit regime van Poetin kan er niet eeuwig zitten. Ja. En eigenlijk wat zijn vrouw... Ik krijg kippenvel bij deze beelden. Als je net ook zag hoe zijn vrouw sprak... bij de München Veiligheidsconferentie. Nog vol ongeloof. Omdat je natuurlijk niet een 100% bevestiging hebt... dat hij dood is. Het is enorm moedig. Zij zei daar... het Poetin-regime zal snel gestraft worden. Precies, daar. Dus dat blijft daar, die hoop. Daar is Navalny ook van overtuigd van... nou, de revolutie staat op punt te gebeuren. Ja. Wanneer is die gebeurd? En als er al een revolutie gebeurt, dan moet het vandaag zijn. Mm-hmm. Maar je moet daar de hoop... Ik erg me aan Russen die niet de straat op gaan... terwijl ze wel achter Navalny staan. Nou, daar ben ik heel erg met je oneens. Ja. Ik ben het heel erg met je oneens. En ik vind het ook niet belangrijk op dit moment. Ik vind dat wel belangrijk. Als je verandert in je land... Dan ga je nu maar dat is lekker makkelijk hier op. Van achter de top. Nee, het is ook gevaarlijk. Je kan worden opgepakt, maar nu is het moment. Ik heb Navalny er zelf naar gevraagd. Ik heb hem gesproken in 2011 voor een boek wat ik toen heb geschreven. En toen heb ik hem er natuurlijk ook naar gevraagd. Van, hoe gevaarlijk is het wat je doet? En hij zei toen, en dat heeft hij daarna ook herhaald... van, ik ga liever dood dan dat ik hier op mijn knieën sterf... En hij geloofde inderdaad, het kan ieder moment voorbij zijn in Rusland, hè, met Poetin. Dat ja, maar dan moet er wel wat gebeuren. Ja, maar goed, oké. Ja, er moet wat gebeuren. Maar hij is ook daar geëindigd, in die cel. Ja, Navalny wel, maar ik denk, als je hem wil eren, dan moet je nu de straat op gaan. En dan is het gevaarlijk en je kan opgepakt worden en je kan in de cel belanden... Maar zoals in elk land, als maar 1% de straat op gaat, dan heb je een revolutie. Hij heeft, dat wil ik eigenlijk graag even mee eindigen... zelf eigenlijk ook nog een boodschap gegeven. Hè, voor het moment dat hij vermoord zou zijn... wat zou je dan nog eigenlijk willen zeggen? Alexei, if you are arrested and thrown in prison... or the unthinkable happens and you're killed... what message do you leave behind to the Russian people? My message? Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну, не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. И нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая
находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Ja, ik wil jullie bedanken voor dit gesprek. Dankjewel.